Hallo, ik ben Irene Wust, ik ben 16 jaar en ik kom uit Goorlen. Irene Wust uit Goorlen. Ik heb me laten vertellen dat jij het talent van deze club bent. Dat valt denk ik wel mee. Ik denk dat iedereen een talent op zich is in onze ploeg. Wat voor een carrière heb jij in gedachten? Ik probeer het hoogst mogelijke te halen. Misschien volgend jaar zit er een hele kleine kans in dat ik misschien Jong Oranje haal. Maar er zijn 7 meiden de kandidaten daarvoor. Dus ik denk dat ik nog een jaartje in deze ploeg zit. En ik hoop gewoon met de top van de wereld mee te kunnen draaien. En later natuurlijk Olympische Spelen. Dat is mijn droom. Wat doe je er nu al voor? Ik train 3 keer in de week op schaatsen. Verder hebben we nog een schema met daarin bijvoorbeeld op woensdag lopen of vrijdag fietsen. Meestal hebben we in het weekend zaterdag en zondag wedstrijden. En er zit ook wel meestal een rustdag in. En ga je tussendoor ook nog wel eens naar school? Ja, ik ga ook nog naar school. Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Ik doe 5 VWO, dus dat is op zich wel zwaar. Maar van school krijg ik alle medewerking, dus dat is wel heel mooi. Waarom ben je gaan schaatsen? Dat is een beetje gekomen met de LST toch van 1997. Toen deed mijn vader mee. En dat vond ik allemaal heel mooi daar in de start en zo. Toen heb ik mijn eerste schaatsen gekocht. En toen een keer meegegaan op trainingskamp. En helemaal blij thuiskomen dat ik nieuwe schaatsen mocht kopen. Echte schaatsen. En zo ben ik er een beetje ingerold. Tweede jaar zat ik al gelijk in de selectiegroep hier. En vorig jaar ben ik echt het grote werk gaan doen met de grote mannen en meiden in de gewestelijke selectie. En dan onze eigen commerciële schaatsploeg. Nu ben jij veruit de jongste van de groep. Is dat een voordeel? Want je moet een beetje aanklampen met schaatsers en schaatsers die soms wel 4 jaar of 5 jaar ouder zijn. Ja, ik was 2 jaar geleden was ik de snelste altijd. En dan kun je niet echt optrekken aan iemand. En nu hebben we grote oudere meiden erin. Dus kan ik mooi mee snelheid doen. En ook achter de jongens aan. Want we hebben een beetje last dat Janneke nou een blessure heeft. Maar ik ga nou gewoon een beetje achter de jongens aan. Ja, op de schaatsbaan achter de jongens aan. Je zit op 5 VWO, je traint hartstikke veel. Heb je in je privéleven nog tijd om achter de jongens aan te gaan? Die zit ook hier in de ploeg, dus dat is mooi, ja. Oh, er ontstaat een romance binnen de nieuwe commerciële schaatsploeg. Er is een romance, ja.